De wereld van VR toegankelijk maken voor alles en iedereen. Dat is de missie van PlayStation met deze jongen, de PlayStation VR 2. En of je €600 neer moet kwakken op de toonbank, dat ga je nu horen van Florian en ondergetekende. Ja, PlayStation VR 2, de opvolger van PlayStation VR 1. PlayStation VR 1 was net een groot succes genoeg, denk ik, dat Sony dacht... We gaan het nog een keertje proberen. Ja. En het eerste model was tof. Virtual reality is heel cool. Dit is echt een flinke stap voorwaarts weer. In de tussentijd zijn er natuurlijk ook andere fabrikanten uitgekomen met headsets. Die standaard die gaan steeds hoger. Sony die duurt lekker mee. En qua specs valt zeker niet tegen. Nee, is indrukwekkend zelfs. Sowieso, je haalt hem aan de doos, je sluit hem aan en de onboarding is fantastisch. Ja. Het is heel simpel. Er zit één hele lange kabel bij. Daar kunnen we het lang of kort over hebben, maar die kabel is lang, 4,5 meter. Ja. En moet hij eraan zitten, ja of nee? Nou ja, hij zit er nou eenmaal aan. Het is wat het is. Die prik je in je PlayStation, dat ding herkent hem en dan, dat doet PlayStation wel heel goed. Die integratie in de OS, dat doen ze ook met de DualSense Edge controller. Yep. Het zit gewoon verweven in het OS. Je drukt op een knop en je ziet, ja, hij zit aangesloten. Ja. En je gaat hem door die stappen heen en je probeert je controllers te synken. En de nadruk op probeert, want wij hebben een defecte controller. Ja. Helaas. Deze wil niet goed synken met onze PlayStation. Nee. Ook niet met jouw PlayStation, nee. Ook niet met mijn PlayStation. De verbinding valt zo nu en dan weg. Ik heb echt urenlang lopen klooien inderdaad met een PC'tje, want er zit een kleine resetknop op, zelfs als je normale controller. Ja. Dan verliest hij alle Bluetooth connectie en dan kan je hem opnieuw proberen te synken. Dat werkte niet helemaal. Dus ik heb er niet zoveel tijd in kunnen stoppen als dat ik zou willen. Maar toch flink wat uurtjes ingestopt. Maar goed, we hopen dat dit de enige controller is op de hele wereld die connectieproblemen heeft. Ja. Dus deze viel bij ons gewoon af en toe een keer uit. En dat is vervelend als je aan een berg hangt in Horizon, kan ik zeggen. Maar de setup is inderdaad heel erg makkelijk. En als je het een beetje vergelijkt ook met andere headsets. Normaal gesproken moet jij echt tekenen op de grond wat jouw speelruimte is. Ja. Bij deze, hij scant echt je omgeving. Je kijkt gewoon om je heen en hij maakt zelf alles ingescand. Ja, het is echt geweldig gewoon. En dat werkt zo goed. En daarna heb je natuurlijk gewoon een soort van raster. Dat als je te dichtbij komt, dan geeft hij een ding weer van... joh, pas op, want straks loop je tegen de muur aan. Het werkt echt fantastisch. Dus de hele setup is echt spot on gewoon. Ja. Beter dan welke andere headset ik dan ook... ooit heb aangesloten. Ja. En normaal gesproken is het natuurlijk ook op PC's. Ben je wat meer aan het klooien met drivers. Dit is echt werkelijk plug and play. Geen camera's in je kamer, niks. Ja. Dit ding, controllers, kabel in je PlayStation, klaar. Precies. Dan zet je het op. Je hebt bijna niet door dat je dat ding op hebt, want hij is ook licht. 350 gram, volgens mij. Hij is ietsje lichter dan de originele PlayStation VR. En wat ik zelf heel fijn vind, ik ben een petdrager. Mm-hmm. Dit draag je als een pet. Ja. Dus dit zit aan de achterkant natuurlijk. Dit zit op de voorkant van je hoofd. En in tegenstelling met andere headsets waar het meer een skibril is, wat echt op je hoofd drukt, hangt deze eigenlijk voor je ogen. En ik ben er fan van. Ja, nee, het zit goed. Vooral als je langere sessies aan het spelen bent. Ja. Je hebt bijna niet door dat je dat ding op je hoofd hebt. Precies. Je kan hem strakker draaien, losser draaien. Ja. Door middel aan dit knopje te draaien. Ja. En, belangrijk voor de brildragers, daar staat hij naast je. Enno, die heeft een bril, die heeft hem ook opgehad. En dat gaat goed, toch Enno? Ja, er zit inderdaad genoeg ruimte in. Dus het is precies hetzelfde als PlayStation VR 1. Dat je hem echt naar voren en dichter naar je toe kan schuiven. Dat werkt echt heel erg goed. Maar er zitten ook een paar extra mooie dingetjes in. Waaronder een pass-through. Er zit een knopje hieronder. En wat dat eigenlijk doet is... het laat de wereld om je heen zien via de camera's in de headset. Ja. En het voordeel daarvan is natuurlijk... je hoeft je headset niet meer af te doen. Mm-hmm. Bij PlayStation VR 1, als er iets gebeurt in je kamer... moet je de ding afzetten van wat gebeurt er. Mm-hmm. Hier druk je letterlijk op die knop... en je ziet wat er om je heen gebeurt. Daarnaast, je kan instellen hoe ver de lenzen uit elkaar zijn. Ik bedoel, ieder gezicht is anders. Bij de ene zitten ogen wat dichter bij elkaar dan bij de andere. En er zit een bepaalde marge in. Maar als je daar... een soort van echt de sweet spot voor kan vinden, in die software ook, dan wordt de sweet spot van de hele headset wordt groter. Ja. Dus dan kan je meteen opzetten en heb je meteen zeg maar de scherpte zoals je dat zou willen. Je hoeft dat minder af te stellen. Dat werkt heel erg goed. En het allervetste van deze headset is dat die eye tracking heeft. En wat het eigenlijk gewoon doet is, er zitten kleine sensoren in en die checken jouw pupillen. En dat doen ze echt ontzettend snel. En overal waar jij naar kijkt, dat is scherp.
en eromheen is iets waziger. Ja. Maar dat zie je dus niet, want je kijkt altijd gericht ergens naar en dat is scherp. Je kan het wel zien als, er zit natuurlijk een pass-through in. Dus als je vrienden over de vloer hebt en jij bent aan het spelen, kunnen de mensen meekijken op de televisie. Dan zie je inderdaad aan de zijkant van de televisie dat die iets waziger is dan in het midden, waar de speler naar kijkt. Maar het gaat zo snel, je hebt het niet in de gaten. Ja. Maar het voordeel daarvan is dat er dus veel meer kracht naar dat kleine stukje scherpte kan. En games zien er daardoor echt waanzinnig mooi uit gewoon. En het is handig in de menus. Je hoeft niet meer met je controle. Ja, dat is ook even. Je kijkt naar een knop en eerst denk je van, hoe doet hij dat? Oh ja, hij kijkt naar mijn pupillen. Precies. De hardware zelf in de headset zit ook haptic feedback. Hetzelfde als in de controllers. Ja. Dus wanneer je voor je kop wordt geschoten in Horizon, dan voel je dat niet alleen in de controllers, maar je voelt het ook. Ja, hij trilt echt inderdaad. En het is niet zo heftig dat je meteen hoofdpijn hebt. Nee. Subtiel. Het is subtiel inderdaad. Nou, als je in de wereld van VR duikt, dan is audio ook belangrijk om je helemaal te verliezen in die wereld. Jazeker. En ze hebben daar iets voor bedacht. Ja. Ze hebben meegeleverd bij de PlayStation VR zit dit. Dat kan je loshalen zo. Mm-hmm. Het zit gewoon vast met een jackie. Dus in dit gaatje kan je elke headset doen die je wil. En die kan je er ook gewoon overheen dragen. Maar dit zit er dus bij. Het zijn in-ear oordopjes. Ja. En daar zitten drie verschillende maten dopjes bij. Mijn probleem is, in-ears en Markim gaan gewoon niet samen. Dat valt er non-stop uit, dus deze ook. Het zijn sowieso, de kwaliteit van deze dingen is niet om naar huis te schrijven. Nee. Dus ik raad je aan, gebruik een headset. Ja, al moet je dan wel ook daar rekening mee houden. Je hebt dus deze op en dan heb je nog over-ear headsets hier overheen. Ja. Je hebt wel echt een flinke unit op je hoofd dan. Ik vind het design hiervan heel erg cool bedacht. Alleen de geluidskwaliteit is er niet helemaal. Dus, het is een beetje inderdaad wat je wil. Goed, en dan ga je spelen. En dat hebben wij vooral gedaan met Horizon Call of the Mountain. Ja. En dat ziet er verbluffend mooi uit. Holy shit. Dit is moment. Het is vaak zo, je hebt een nieuwe console. Je gaat je vrienden bellen van kom kijken wat ik heb. Ja. En Call of the Mountain, PlayStation VR 2, ga je dat weer hebben. Je gaat mensen thuis bij je uitnodigen, kijken. Kijk eens wat ik hier heb. Ja. Ik had hem ook even mee naar huis genomen. Ik ging mijn vrouw, je moet dit gaan checken. Je moet dit gaan spelen. Want zij heeft ook de PSVR 1 gedaan. De Oculus Quest heeft geprobeerd. Of de MetaQuest, hoe het nu heet. Mm-hmm. Een beetje Beat Saber spelen. Dat zijn kermisattracties. Precies. En als je dit opdoet, je stapt Disney World in. Ja, het is echt gewoon de virtuele wereld van Horizon waar je instapt. En het begint een beetje met de scène in het bootje. Ik denk dat iedereen dat wel een beetje heeft gezien in die trailers. Maar als je dat ook ziet op je beeldscherm, dan denk je, oké, het zal wel leuk zijn. Maar als je dit op hebt en die tolnek komt over, jongen, het is kippenvel echt. Het is zo vet. En omdat inderdaad die techniek erin zit, dat alles heel scherp is waar jij naar kijkt. Het ziet er zo mooi uit. Als je het op de tv kijkt, dan zou je zeggen dat het echt een PlayStation 5 game is. Uiteraard is het ietsje minder in die headset. Maar het is zo'n grote stap van PlayStation VR 1. Het is een system seller. Ja. Daarvoor koop je PlayStation VR 2. Ja, nu op dit moment. Op dit moment. Hou er wel rekening mee. De game zelf is vet. Ja. Het is wel een kort spelletje. Het is niet heel lang inderdaad. Ja, dus dat is wel iets om rekening mee te houden. Ja. Maar dat is ook denk ik de grootste issue van deze headset. De hardware is fantastisch. Daar hoef je het niet voor te laten. Alleen, het valt of staat, net zoals bij alles, met de software die erop uitgekomen. De grootste titel op dit moment is denk ik Horizon Call of the Mountain. Ja. Vette game. Zeker. Goede showcase. Ja. Maakt overal goed gebruik van. GT 7 update hebben we nog niet kunnen checken. Dat is iets waarom ik dat wil ik wel echt gaan proberen. Zeker. Resident Evil wil ik echt gaan proberen. Ja. Zo zijn er nog wat meer games. Inderdaad, No Man's Sky die heeft ook nog geen patch. Ja. Er zijn heel veel dingen die we nog niet kunnen proberen, omdat ze echt werkelijk op launch pas die patch krijgen. Het is een beetje flauw, maar so be it. Ja. Dus inderdaad, die games hebben we nog niet kunnen proberen. Maar het is een beetje hetzelfde probleem eigenlijk als die eerste PlayStation VR. Als je daar ook kijkt naar de absolute must-haves, ik denk dat je op twee handen komt en veel verder kom je niet. Een game of 10 die moet je gespeeld hebben en that's it. Ja. Maar daar koop je wel een headset voor 500, 600 euro. En Sony moet dat gaan verbeteren met PlayStation VR 2. En het lijkt erop dat dat ook gaat gebeuren. Er zijn 100 games in ontwikkeling. Ik denk ook wel dat er zeker meer vette games aankomen. Maar Sony moet het nog harder gaan pushen. Ja.
Sony moet echt naar al die first party studios gaan en zeggen, luister, we hebben gewoon een vette PlayStation VR game nodig. Dus van de Naughty Dogs van deze wereld, de Santa Monica's enzovoort enzovoort. Die moeten ook PlayStation VR games gaan maken. En geen demo's, maar volwaardige games. Precies, want wat Guerrilla nu laat zien is, ja, je kan hele vette VR games maken. Ja. Maar ja, je moet daar wel flink wat moeite in stoppen. En Sony moet dat financieren natuurlijk. Yep. Dus ja, Sony moet dat absoluut gaan doen. Maar aan de hardware ligt het zeker niet. Nee. Maar de prijs, €600. Dat is voor veel mensen een klapgeld. PlayStation 5, €550. Dan wil je nog een extra controller erbij. Dan wil je wat games erbij hebben. Dan wil je deze hebben. Dan wil je ook wat games erbij hebben. Ja. Misschien dat opslaatstation wat je erbij wil hebben, €50. Het wordt een dure hobby. Zeker. Het is absoluut een dure hobby. Het is ook echt voor de early adopters. Ja. Ik denk dat Sony dat ook wel weet. We hadden het er net al een beetje over. Ik weet 99% zeker dat Sony die maakt deze dingen met verlies. En daar hadden we het net al een beetje over. €600 is ontzettend veel geld. Ja. Maar het is niet duur voor wat je krijgt. De hardware die hierin zit, als je het vergelijkt met PC-headsets, die kosten het dubbele. Ja. Dus het is niet duur, maar het is wel heel veel geld. Zeker inderdaad als je net €550 hebt neergelegd voor je PlayStation 5. Moet je dat nu nog een keertje gaan doen voor PlayStation VR? Ik snap dat heel veel gamers zeggen, ja, dag, daar heb ik even de kraken niet voor. Ja. En dus inderdaad, wacht. Hopelijk zijn er in de komende tijd komen er inderdaad hele vette games uit. Kan je er misschien over een tijdje voor wat minder krijgen. En dan zou ik echt zeggen, go for it. Nu is het wel echt voor de early adopters. Goed, laat ons vooral weten wat jij zelf van de PlayStation VR vindt. Wil je hem hebben bij je PlayStation 5? En welke games wil je dan zeker beter op spelen? Kleine hint van mij, aflaat Alex. Ja, dat zou heel vet zijn. Oeh, en nog een kleine tip. Ik ga helemaal los in het magazine met top 10 van games die je moet hebben. Dan heb ik er nog echt wat meer tijd voor, dus dan ga ik er nog wat dieper op in. Dus mocht je er nog meer over willen weten, check het magazine. Ja, en wil je nou op de hoogte blijven met alles over je favoriete games, reviews en dat soort dingen, volg dan dit kanaal. Dat doe je door op die abonneerknop te drukken. En Sony, stuur ons even een nieuwe controller op. Ja, graag. Ja. Dus zijn we een beetje, ja, zitten met één arm. Zitten we. Heel fijn, ja.